Huizen en kantoorpanden kunnen tegenwoordig op verschillende manieren verwarmd en verkoeld worden. Dit kan volledig elektrisch. Daarnaast hebben de units verschillende uitbreidingsmogelijkheden. Britt Hagens van Comfort Klimaat vertelt ons hier als eerste meer over. Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee je klimaat kunt regelen in huis of kantoor. De opties die er zijn, zijn zowel een airconditioner als een warmtepomp. Hierin zijn tegenwoordig ook steeds meer verschillende opties beschikbaar. Airconditioners bijvoorbeeld hebben tegenwoordig steeds vaker een wifi-module ingebouwd, waardoor je via je mobiele telefoon op afstand de airconditioner kan besturen. Daarnaast zijn er ook filters en sensoren ingebouwd die ook zorgen voor een comfortabeler binnenhuisklimaat. Een warmtepomp is een apparaat die volledig gasvrij is en waarmee je dus gasvrij kan koken en verwarmen. Hierdoor zorg je voor een duurzamere omgeving. Daarnaast is naast een warmtepomp een airconditioner ook een goed alternatief om je huis te verwarmen en te verkoelen. Airconditioning is een superzuinige manier van zowel koelen als verwarmen. Vroeger was dat niet zo, maar met de moderne techniek is dat allemaal stukken verbeterd. Je kan hem bedienen met een afstandsbediening als met een smartphone. Dus het voordeel is dat je op afstand kan je de airconditioning al aanzetten. Dus als je 10 minuten voordat je aankomt of dat je naar bed gaat, kan je met de smartphone aanzetten en dan is de kamer al heerlijk op temperatuur. De airconditioning zuigt de lucht aan via de bovenkant en wordt door middel van de buizen wordt het getransporteerd naar de buitenunit. De buitenunit gooit de warme lucht eruit en wordt via de koelmiddel weer teruggetransporteerd naar de binnenunit. En de binnenunit, daar komt weer de koude of de warme lucht uit. De voordelen zijn een stukje extra comfort voor in huis. Zeker voor op slaapkamers worden heel veel airconditionings tegenwoordig gekocht. Het is een hele zuinige manier van verwarmen. Veel mensen hebben zonnepanelen op het dak, dus hebben de eigen elektriciteit. Het is eigenlijk de allergekoopste manier van zowel koelen als verwarmen. Er zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van warmtepompen. Je kan kiezen voor een monoblok, je kan kiezen voor een biblok, je kan kiezen voor een water-waterwarmtepomp die het bodemwater gebruikt. Je kan ook kiezen voor een hybride. Een hybride stel je bijvoorbeeld in die naast je gasketel loopt. Een biblok die vervangt hem helemaal. Dat is zeg maar de stap over naar compleet gasvrij. Nou, als we die stap nog niet willen maken, gaan we lekker voor een hybride. Kies je voor een stukje van allebei. Doen we de stap wel maken en je wilt het simpel houden, zet de monoblok neer, hoef je alleen maar aan te sluiten. Een biblok eventueel kan je gebruiken om ervoor te zorgen dat je een soort gasketel alsnog hebt zonder dat je gas gebruikt. Nou, op deze manier kunnen we helemaal af van het gas en zodra we af zijn van het gas maken we in elk geval de stap in de juiste richting.